Fabian Sporksleden, in 8 dagen heb je 3 de basisplaatsen en we hebben 9 punten. Is dat toeval? Dat weet ik niet. Ik mag hopen van niet. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. En ik denk dat dit de mooiste overwinning was. Maar ook vooral dat we 3 keer achter elkaar winnen. Dat zegt veel over dat we aan het groeien zijn. Ja, we spraken na de wedstrijd heel eventjes 1-1 na de wedstrijd bij de Graafschap. Toen zei je van als ik mijn kans krijg ga ik hem pakken. Heb je dat nou gedaan? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat de trainer natuurlijk tevreden is. Ik heb voor mijn gevoel erg lang moeten wachten en dat was best moeilijk. Maar uiteindelijk moet je zelf hard werken, moet je het zelf verdienen. En als je die kans krijgt, dan ook pakken. Dus ik ben blij wat u zegt. Ik heb nu 3 keer weer gespeeld, 3 keer gewonnen. Dus daar wil ik gewoon doorzetten nu. En over de wedstrijd, hè? Je wint 4-3, spectaculaire pot. Hoe is het nou voetballen tegen een batterij van zulke goede aanvallers? Ja, ze hebben gewoon heel veel kwaliteit. Dat weet je. Ik ken ze natuurlijk ook persoonlijk. De meeste van die jongens die speelden voor het eerst met Jong Ajax toen ik mijn laatste wedstrijden daar speelde. Dus je weet dat ze heel veel kwaliteit hadden. En 20 minuten voor tijd kreeg ik ook nog geel. Dan weet je al helemaal dat het een beetje tricky wordt met die handige spelers. Maar als team moet je daar verdedigen. Dat hebben we goed gedaan. En als we kritisch zijn, 3 tegengoals is te veel. Vooral als je ziet hoe. Maar uiteindelijk ging het om het winnen en dat hebben we gedaan. Ja, want wat de laatste weken Vreven ook steeds haalt, is dat jullie veel kansen hebben, maar weinig scoren. Nou, dat is vandaag wel even andersom geweest. Ja, nou ja, ik denk ook eerste helft hebben we ook gewoon geregeld op hun helft gespeeld. Hebben we gewoon we hadden afgesproken om druk te zetten. We wilden ze niet te dicht bij ons eigen goal laten komen. En dat lukte delen van de wedstrijd best goed. En wat je zegt, Cyril schiet er 2 geweldig in. En dat mag ook gezegd worden, toch? Maar dat is gewoon mooi. Maar ik denk dat we dat ook wel hebben afgedwongen. Ja, want als je kijkt naar de wedstrijd, het leek net alsof jullie Ajax voetbal speelden tegen Ajax. Ja, nou ja, de trainer heeft ons ook gewoon voor de wedstrijd aangegeven dat misschien wel het allerbelangrijkste is hoe je zelf aan de bal bent. Je weet dat hun veel de bal hebben, je weet dat je moet verdedigen. Maar als je zelf goed aan de bal bent, ja, dan maak je het meeste kans. En ik denk dat we dat eigenlijk ook wel goed hebben gedaan. Nou, een interlandweekje tussendoor, daarna uitwedstrijd tegen VVV. Die hebben vandaag een pijnlijke nederlaag geleden met 5-2 tegen FC Dordrecht uit. Valt er dan ook wat te halen als je tegen Jong Ajax zo kan spelen? Met dit team kunnen we overal wat halen. Alleen we moeten wel in onszelf geloven en we moeten bescheiden blijven. We weten wat we kunnen, maar we weten ook dat de trainer zegt het heel vaak, 85% is bij ons gewoon niet genoeg. Maar 100% betekent dat we gewoon heel veel kwaliteit hebben. En dat moeten we gewoon vasthouden. En onszelf ook. Als je in een goede flow zit, dan moet je dat alles eraan doen om dat vast te houden. En dat is belangrijk. Is nou voor jullie gevoel ook de basis leggen voor de na-competitie misschien? Ja, dat ook. Maar ik denk, we zijn nog steeds bezig met per wedstrijd kijken. We zijn nog niet volwassen genoeg om nu 10 wedstrijden vooruit te kijken. We moeten per wedstrijd groeien, zorgen dat we beter worden, zorgen dat we in de flow blijven. En dat is de beste manier om de na-competitie straks te beginnen. Nou, laten we ook dat doorzetten. Succes! Ja, dankjewel.